Ik denk dat de financiële sector een aantal partijen al heel erg ermee bezig is. Een ander punt wat er denk ik aan zit te komen is wet en regelgeving. De Europese Commissie is natuurlijk ook met een actieplan gekomen. Hoe ga je rapporteren? Wat heeft het voor je solvency? Heeft het voor gevolgen? Kan je daar beleid invoeren? Geschat wordt dat er ongeveer, om de transitie in Europa te laten plaatsvinden, 180 miljard op jaarbasis nodig is. 'S Werelds grootste bedrijven zien meer kansen dan bedreigingen als het gaat om de transitie naar een energie-neutrale economie. Is dat optimisme terecht? Daarover praat ik met Paul Hopman. Paul, van harte welkom. Dankjewel. Is dat optimisme terecht? Ik begrijp dat er vele bedrijven zijn die dat als een kans zien. Want er gaat natuurlijk een hoop gewijzigen en er moet een hoop gewijzigen. Ja. Om te zorgen dat wij de doelstellingen van Parijs gaan halen. Ja. Maar dat zal ook voor heel veel bedrijven een grote verandering met zich meebrengen. En de vraag is natuurlijk of ze daartoe in staat zijn. En halen we de doelstellingen niet, dan zijn de risico's die zijn natuurlijk ook vrij groot aanwezig. In dat verband is het denk ik aardig om op te merken dat het World Economic Forum komt elk jaar met een risicorapport. Ja. En als je dan de laatste 10 jaar ziet hoe eigenlijk het denken over risico's aan het wijzigen is. Na de financiële crisis waren ze veel financieel gerelateerd, dus met het financiële systeem. En nu zie je dus de laatste jaren dat ze veel met klimaat gerelateerd zijn. En wat ze ook dan nog ook in dat rapport is besloten is van, ja, welke risico's hebben de meeste impact? En dan zijn daar van de 5 grootste risico's, zijn er 4 klimaatgerelateerd. En qua impact zijn het er ook 4. En dat zijn natuurlijk wel confronterende cijfers, wat betekent dat we echt iets moeten. En zien de bedrijven, de grote bedrijven, dit al? Of onderschatten ze de risico's nog? Ik denk dan dat er bij de grote bedrijven al heel veel gebeurt. Ja. Daar staat climate change echt hoog op de agenda. Ja. Ja, maar vaak ook al afdelingen, dan wel mensen aangewezen, personen aangewezen die daar zich op dagelijkse basis mee bezighouden en met name in-plek analyses maken, maar met name ook beleid ontwikkelen. Ja. Van hoe ze eigenlijk hun grote bedrijven laten veranderen naar sustainable bedrijven. En dat zijn natuurlijk eigenlijk mammoetdenkers die 5 of 10, misschien wel 15 graden uit koers, hun koers moeten verleggen. Ja. En dat zijn natuurlijk uitdagende exercities. Wie is de grootste drijvende kracht, denk je, als het gaat om die transitie? Is dat het bedrijfsleven? Is dat de regulering, de overheid? Of is dat de maatschappij? Lees wij allemaal. Nou, de bedrijven maken onderdeel van de maatschappij uit. En ik denk dat jij en ik, maar met ons velen, toch die veranderingen uiteindelijk moeten bewerkstelligen en ook kunnen afdwingen. Ja. Omdat we dan een stem hebben. En je ziet ook dat bedrijven daar natuurlijk opnieuw in gaan spelen. En de regulering van de overheid kan helpen. Maar het zal denk ik toch uit onszelf moeten komen. Omdat de verandering die we moeten laten zien en te bewerkstelligd moet worden. Hoe doe je een goede risicoanalyse als bedrijf? Want dat lijkt me ook nog best lastig. Nou, dat hangt natuurlijk een beetje welke sector je zit. Ja. En wat vrij lastig is omdat er zoveel onbekende actoren eigenlijk een rol spelen. En er eigenlijk ook dat er nog best een groot debat is geweest eigenlijk over überhaupt of er climate change aan de orde is. Ja. Die discussie zal blijven. Die zal blijven. Ja. Ik denk dat de meeste mensen er toch wel over zijn dat het aan de gang is. En vervolgens is dan van, ja, is het 1, 2 graden of 3 graden? Sommige mensen zeggen, hebben het over 4 graden. Hmm. En wat de gevolgen daarvan zijn. Dus dat is heel lastig om te zeggen, ja, wanneer heb je een goede analyse? Als we kijken naar de financiële sector, de financieel-juridische sector. Ik wil zo meteen eens inzoomen op dat Network for Greening the Financial System. Maar in aanloop daarnaartoe, wat kunnen we verwachten van de financiële wereld de komende jaren? Hoe gaan zij hierop acteren? Nou, ik denk dat de financiële sector een aantal partijen al heel erg ermee bezig is. Eén, men verstrekt financiering natuurlijk aan windmolenparken, naar zonne-energie, naar biomassa. Dus een deel daarvan is de transitie natuurlijk al bezig. Mm-hmm. Men verstrekt kredieten aan bedrijven voor bijvoorbeeld elektrische
Bussen, auto's en ook in de real estate sector, natuurlijk in de vastgoedsector, waar men ook al bezig is natuurlijk met bepaalde eisen stellen. Ja. Zodat partijen kortingen kunnen krijgen op rente. Indien zij een sustainable vastgoed ontwikkelen, dan wel de transformatie laten plaatsvinden. Dus daar gebeurt al, denk ik, al redelijk wat. Een ander punt wat er denk ik aan zit te komen is wet en regelgeving. De Europese Commissie is natuurlijk ook met een actieplan gekomen. En een van de belangrijkste vragen die daar op de agenda staan is eigenlijk, wat is eigenlijk sustainable? Hè? Wat is nou, welke investeringen kunnen als sustainable kwalificeren? Daar kan je natuurlijk een heel breed debat ook over hebben. En men wil daar eigenlijk met richtlijnen komen. Dat men zegt van, de investering die de financiële sector doet, die moet sustainable zijn. En dat is op het moment dat het hieraan voldoet. Dat is een punt. Verder wil men dus kijken ook dat in de benchmark, hè, je hebt vaak de ratings die men heeft ten aanzien van E of de triple A of, of B of whatever. Daar wil men eigenlijk ook het sustainable element aan toegevoegen. Dus green label. Dus green label, dus dat je kan gaan benchmarken. Dat gaat ook voor bepaalde producten. Hè? Dus dat je, als je nu een pak suiker koopt in de supermarkt, kan je zien waar het vandaan komt en wat het label is. Nou, een dergelijk label wil men eigenlijk ook introduceren bij financiële producten. Het klinkt wel weer als een politiek initiatief dat ik denk, nou, dat gaat weer wat Poolse landdagen kosten volgens mij. De agenda die men heeft is uitdagend en je gaat je echt afvragen of dat ook daadwerkelijk ingevoerd kan worden. Of binnen wat voor tijdspan hebben ze het over? Nou, men heeft een heel ambitieus plan om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ja, dat is dan toch altijd maar onduidelijk wanneer dat komt. Want er komen vele belangenpartijen nu samen. Daar wordt over onderhandeld en uiteindelijk moet er iets uitkomen. Een aantal andere onderwerpen die er ook nog bij zijn is dat als jij en ik nu bij een beleggingsadviseur komen, dat ze vragen wat jouw ervaring, expertise, deskundigheid is en jouw appetite voor risk. Daar komt dan straks ook mogelijkerwijs dus de vraag aan toe. Hoe sustainable moeten onze investeringen zijn? Of wat sluit aan bij jouw wensenlijst? Dus allemaal via dat soort elementen wil men proberen ook het gedrag dus van burgers door middel van de financiële instellingen te wijzigen. Er moet dus een definitie komen van wat sustainable is. Want anders dan is het blijven discussiëren natuurlijk. Klopt. En als die er nou eenmaal is, stel, laten we daar eens even van uitgaan, denk je dan wel dat de toekomst zal uitwijzen dat je als bedrijf ook niet meer niet sustainable kan zijn? Dat strafbaar wordt? Nou, dat laatste vraag ik aan een advocaat. Dat laatste denk ik niet. Nee. Nee, maar ik denk, dat komt weer terug op jouw eerste vraag. Hè? Ja. Van wie gaat nou de transformatie te bereik brengen? Dat zijn jij en ik of de maatschappij. De klanten zullen hopelijk uiteindelijk daarom gaan vragen en zeggen van wat voor product is dat? En daarmee wordt het niet meer relevant. Maar daar is natuurlijk nog steeds even ook ambigu daarin staan. Ja. Want we vinden het heel erg belangrijk, climate change. Maar als wij op vakantie gaan, nemen we toch dat vliegtuig voor een weekendje weg. Of eten natuurlijk nog vlees. Of nemen toch de auto. Maar ik bedoel eigenlijk toch dan één stapje brutaler denken misschien. Dat als nu een auto, in Nederland geldt dat dan, niet goedgekeurd is volgens de norm, dan mag je gewoon de weg niet op. Dus ik kan me ook voorstellen dat over 5 jaar, dat als een bedrijf niet aan bepaalde sustainable eisen voldoet, dan mag het gewoon niet opereren. Of zal het zover niet gaan? Dat is niet mijn verwachting, maar je ziet natuurlijk wel ook bij de kabinetsplannen ten aanzien van CO2, is dat als zij gaan überhaupt dan mee betalen. En de eerdere gedachte was natuurlijk, als ze er niet aan zouden voldoen, dat ze dan een heffing zouden krijgen. Ja, dus daar zit wel enig van punitatief karakter heeft dat. Ja. En dat zal mogelijk zich verder ontwikkelen als we steeds maar elk jaar vaststellen dat we de doelstellingen niet halen. Mm-hmm. Dan zal dat mogelijkwijs ook tot verscherping van van de regelgeving leiden. Maar op dit moment is natuurlijk ook wel, en dat zie je ook in het politiek debat, maar ook uit opiniepeilingen, dat als je hier te scherp nu al op inzet, dat je ook je draagvlak aan het verliezen bent. Hè? Het is
het is toch, je ziet dus veel mensen vinden het een mooi idee, vinden het een belangrijk idee, maar als het hen zelf dan direct raakt, dan blijkt toch de wil en niet helemaal met de wens overeen te stemmen. Ja. En dat zal hier denk ik ook een rol spelen. Wat is de rol van de centrale banken? Als we dat Network for Greening the Financial System initiatief bekijken, ze hebben één keer een soort communiqué, wat ze april 2019 naar buiten gebracht. Wat gaat dat betekenen, dat netwerk? Nou, in december 2017 inderdaad dat netwerk tot stand gekomen. Daar zijn een aantal initiatieven uit voorgekomen. In oktober vorig jaar hebben ze een tussentijdse rapportage gepubliceerd. Dan zie je dat de groep van centrale bankiers, centrale banken die daarbij aangesloten zijn, toeneemt. Maar dat ook een aantal belangrijke landen daar nog niet bij betrokken is. Ja. Zoals de Verenigde Staten. Hm. Dat is natuurlijk nog steeds de grootste economie. Dus een belangrijke partij die daar zou moeten aansluiten. Het heeft in ieder geval toegebracht dat het nu op de agenda staat. Dat er initiatieven tot stand komen. En je ziet een aantal grote landen, bijvoorbeeld China, dat die de centrale bank daar echt het voortouw wil nemen door ook via de financiële sector bepaald beleid tot stand te brengen. Althans, de banken die onder haar toezicht staan ook daadwerkelijk te beïnvloeden. En dat is denk ik wel een belangrijk initiatief, omdat daar ook verder na wordt gedacht over hoe ga je rapporteren, wat heeft het voor je solvency, heeft het voor gevolgen, kan je daar beleid invoeren. Ja. Belangrijke thema's die dan centraal hopelijk sturing krijgen en ook de agenda steeds blijven vernieuwen. Om die ontwikkeling voor te stuwen. En hier hebben we best een belangrijke rol in, toch? Tenminste, de Nederlandse Bank was hier toch wel een van de partijen die best wel goed meedeed aan het begin, toch? De Nederlandse Bank is zeker een van de voortrekkers geweest. Was ook een van de initiatiefnemers. Is van het eerste uur eigenlijk betrokken. Ja. Heeft ook een aantal, is ook actief op dit terrein. Heeft ook al een aantal rapporten het licht doen zien. Waarin belangrijke vraagstukken aan de orde worden gesteld. Met name ten aanzien vanuit de risico's voor de financiële sector zijn daar onder meer ook geadresseerd. Mm-hmm. Is het rapport Veilig Achter de Dijken gaat er onder meer over van wat betekent een temperatuurstijging voor Nederland. Wat betekent, heeft dat voor effect op uitstaande kredieten voor je bedrijven, voor je klanten. Voor je zekerheden die je hebt. En hoe gaan we daar op een juiste manier mee om. Mm. Dus ze probeert dat debat en het denken daarover voeding te geven. Zodat men dat debat blijft voortduwen en zich verder ontwikkelt. Als we kijken naar die verhouding overheden-marktwerking, waar denk je dat de grootste verandering de komende jaren gaat? Wie zijn de hardste lopers? Ik denk dat uiteindelijk de markt het voortouw moet nemen. Ja. De transitie is ook zodanig groot dat de overheid dat niet kan doen. Teruggrijpend ook naar de rol van de banken in die transitie. Ik denk dat dat een hele belangrijke zal zijn. Geschat wordt dat er ongeveer, om de transitie in Europa te laten plaatsvinden, 180 miljard op jaarbasis nodig is. Ja, dat zijn bedragen en investeringen die de overheid niet kan ophoesten. Dus de banken zullen daar en verzekeringsmaatschappen, pensioenfondsen zullen daar een hele belangrijke katalysator in zijn. Ja. Om uiteindelijk toch die financiering beschikbaar te maken en die investeringen te doen waardoor dit een versneld proces krijgt. Wat zijn belangrijke acties de komende jaren tot slot? Als jij kijkt naar zowel de grote bedrijven aan de ene kant als de financiële sector aan de andere kant. Wat is belangrijk? Wat hoort er op de actielijstjes te staan vanuit jouw expertise? Nou, allereerst natuurlijk een belangrijke assessment van waar de risico's liggen op dit moment. Er zijn de rapporten bijvoorbeeld over, en ik greep net al even terug, het World Economic Forum, het Risk Report. Als je ziet dat als de temperatuur 2% stijgt, zou dat kunnen betekenen dat ongeveer 1 miljard mensen tussen nu en 2050 of iets nog iets verder in gevaar is. Omdat zij op gebieden wonen die beïnvloed zullen worden door het stijgen van de zeespiegel. Dus dan praat je over de Amerikaanse oostkust en West-Europa. Nou, daar hebben banken natuurlijk altijd allemaal kredieten uitstaan. Mm. En verzekeraars hebben daar zaken verzekerd, risico's verzekerd. Yeah. Nou, als we dat niet beteugelen en daar niet een beeld hebben wat de exposure is, dan denk ik dat je niet helemaal op de juiste weg zit. Dus daar zullen ze absoluut iets mee moeten doen.
Verder kunnen zij natuurlijk ook de beweging in gang zetten dat mensen anders naar hun onroerend goed kijken, anders naar hun investeringen aankijken. Dus dat is denk ik een belangrijke rol. Het thema climate change zal de komende jaren absoluut op de agenda blijven staan. Absoluut. Dus we houden het in de gaten en we houden jullie in de gaten. Dankjewel voor je insights. En dankjewel voor het kijken naar weer een DLA Piper Talk. Dag.